Bij woeste baren, bij springtij en ontij en bij veel tegenwind ontvangen we elke week belangwekkende gasten. Soms komen ze van linkeroever, een andere keer van rechteroever, maar nooit halen ze bakzeil. Dit is het kompas van tegenwind, zodat u het noorden niet kwijtraakt. Ik ben Lieven Allemans. Ik ben professor in de gezondheids- en welzijnseconomie. Mijn doel is de gezondheid van de mensen te optimaliseren. En sinds enkele jaren hou ik me ook bezig met onderzoek naar geluk. Geluk van de mensen. Professor Dr. Allemans, beste Lief. Wat is Terra Futura? Terra Futura, wij noemen het een netwerk van verbinding. Mm-hmm. En het is ontstaan omdat er in de voorbije 2 jaar heel wat initiatieven zijn ontstaan die, laten we zeggen, allemaal een kritische houding hadden ten opzichte van bepaalde maatregelen, bepaald beleid dat werd gevoerd naar aanleiding van de pandemie. Maar die hadden allemaal hun eigen accenten en op een bepaald moment is er dan organisch een idee gegroeid, namelijk waarom zouden we niet een soort van netwerk creëren waarbij dat die verschillende organisaties toch op een of andere manier met elkaar verbonden zijn. Niet dat die hun eigen eigenheid gaan opgeven, maar toch om toe te laten wanneer het nodig is om samen op te treden. En jullie hebben nu allemaal samen een open brief geschreven. Ja. Een open brief aan de beleidsmakers. Klopt. Dat is dus het eerste initiatief van Terra Futura is een open brief. 3 pagina's gericht aan de beleidsmakers. De Belgische beleidsmakers, de Europese beleidsmakers. Met daarin een aantal verwachtingen die we hebben als burgers naar het beleid toe. Als ik het goed begrijp, maken jullie een evaluatie van het voorbije beleid en geven jullie tips, zal ik maar zeggen, aanbevelingen voor het toekomstig beleid. Ja. Een evaluatie die we eigenlijk bij de overheid zelf niet zien. Onlangs is er trouwens ook een oproep geweest om een evaluatie, een neutrale, onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren. Maar wij hebben besloten om onze brieven 3 delen te laten bestaan. Een eerste deel blikt terug op wat er gebeurd is en we geven aan, want daar zijn al evaluaties gebeurd door anderen en we proberen die een beetje samen te vatten en we zeggen, voilà, kijk, dat is er gebeurd dat niet eigenlijk had mogen gebeuren. Mm-hmm. Dat is deel 1. Deel 2 zeggen we, wanneer er een nieuwe golf is van dat virus, dan raden wij het aan van het op een andere manier aan te pakken en we geven daar 7 adviezen van hoe zou je best omgaan met dat virus in de toekomst. Dus we trekken lessen uit het verleden en we trachten dat te vertalen in advies van hoe gaan we in de toekomst omgaan met dat virus. En het derde deel is misschien nog het allerbelangrijkste, want daar proberen we aan te geven hoe dat de samenleving van de toekomst er idealitair zou moeten uitzien. Hoe dat het beleid naar de mensen toe moet ageren, hoe dat de mensen onder elkaar kunnen een betere samenleving vormen enzovoort. Laat ons eens in detail daarop ingaan. Mm-hmm. Op die evaluatie, wat er fout is gelopen. En dat is dan voornamelijk ook door lockdowns bijvoorbeeld, waardoor het fysieke, psychische en sociale welzijn van de mensen heel erg de mensen daar heel erg onder hebben geleden, begrijp ik. Hè? Ja, dat klopt. In onze brief zeggen we, kijk, die lockdowns, dat was geen goed idee. Nu, persoonlijk vind ik die eerste lockdown, wie waren wij om te gaan zeggen van hele mannetjes, dat is hier fout. Dat was allemaal op dat moment zeer onvoorspelbaar. Het virus was nog weinig gekend, maar vanaf mei, juni 2020, ook zeker de zomer 2020, kwamen er toch wel vrij veel gegevens al binnen omtrent de schade van zo'n lockdown. Uh-huh. Denk aan mensen die in armoede kwamen. Wij citeren bijvoorbeeld een studie van OCMW waar dat het aantal aanvragers met de helft is toegenomen door de verschillende lockdowns. Denk ook aan intrafamiliaal geweld dat was toegenomen. Mensen met belangrijke andere gezondheidsproblemen die niet durfden zich te laten verzorgen. Toename van angst, toename van depressies. Jens Saan heeft er zelf ook over gepubliceerd. Uh-huh. Angst 1,5 keer toegenomen. Depressie verdubbeld. Dus dat zijn allemaal zaken waarvan je kan zeggen,
mensen, dat is echt een schade te gevolgen van de lockdown. Pas op, sommigen zullen zeggen, nee, dat is de schade te gevolgen van het virus. De angst is toegenomen door het virus, de angst is toegenomen, de depressie is toegenomen door het virus. Maar ook daar is al onderzoek gebeurd, waar het duidelijk blijkt dat in die regio's of landen waar de lockdown intenser was, dat daar ook meer psychische gezondheidsproblemen zijn. Dus dat er wel degelijk een lineair verband is tussen de intensiteit van de lockdowns en de geestelijke gezondheidsproblemen van de mensen. Intensiteit is dan de lengte van de lockdowns? Of de bewegingsvrijheid die echt heel erg werd ingeperkt? Ja, voilà. De diepte en de lengte. Hè. Dus okay. Hoeveel wordt er gesloten? Hoe diep gaat die lockdown in de samenleving? En hoe lang trekt men die lockdown? Dus dat inderdaad, dat is, die twee dimensies spelen daarmee. En dus, eerste punt, ja, een lockdown heeft meer nadelen dan voordelen. Dus doe dat alsjeblieft nooit meer. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat was een mooie publicatie van Joffe in Frontiers of Public Health. Die zegt, de schade van de lockdowns is 5 tot 10 keer groter dan de schade van COVID-19. Ja. Ook daar gaan sommigen zeggen, ja, maar je moet niet kijken naar de schade van COVID-19. Je moet gaan kijken naar wat heeft de lockdown kunnen realiseren, kunnen vermijden van COVID-19. En ook daar zijn studies, bijvoorbeeld de Johns Hopkins Universiteit, die nogthans niet kan beschouwd worden als een groep die radicaal tegen lockdowns was enzovoort. Integendeel. Die hebben inderdaad berekend dat de effecten van lockdowns op de incidentie van COVID-19, hè, dus hoe vaak komt COVID-19 voor over op sterfte, dat die eigenlijk minimaal is. Met andere woorden, weinig baten en heel veel schade. Dus dan is de berekening snel gemaakt. Die kostenbatenanalyse, zal ik het maar noemen, die is eigenlijk nooit gemaakt, tot nu toe niet, hè, door de overheid. In België is ze niet gemaakt. In een aantal andere landen is ze al gemaakt, maar in België niet. En nochtans vind ik dat toch wel eens mag gebeuren. Omdat we daar juist kunnen lessen uittrekken naar de toekomst toe. Maar op basis van wat we weten uit andere studies, uit buitenlandse studies, kunnen we toch wel zeggen dat de schade van een lockdown echt wel groter is dan de baten. En ik denk dat het beleid dat op een bepaald moment ook wel doorhad. Die tweede lockdown was eigenlijk een dwaling, wat dan niet mogen doen. De paaspauze was eigenlijk, ik zoek het juiste woord, een slechte grap eigenlijk. Ja. Maar ik herinner me in december van vorig jaar dat Nederland opnieuw in lockdown ging. En dat contacten die ik had binnen het Belgisch beleid, dat die zeiden van, allee, wat doen die Nederlanders nu? Die gaan die terug voor lockdown. Hoe is dat nu mogelijk? Wat een slechte maatregel. Dus ik voel wel dat er... De geesten waren inmiddels al gerijpt. Ja. En ik hoop dat inderdaad zo blijkt, dat ze nog verder gerijpt zijn ondertussen. Ja. Dat is wat lockdowns betreft, maar we zitten ook nog met een CST bijvoorbeeld. Ja. De coronapas heet dat in Nederland. Ja. We zitten nog met anderen, met het dashboard, waar ze nu al voor waarschuwen. Ja. We zijn vandaag 5 oktober, mm-hmm, waar ze nu al voor waarschuwen dat het op rood gaat springen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal maatregelen ten aanzien van een virus dat eigenlijk, dat Omicron variant nummer 7. Ja, eerst en vooral wat betreft die CST, dat werd gedaan vanuit het idee van, ja, als je je laat vaccineren, dan verlaag je de kans dat je andere mensen gaat besmetten. Ja. En vrij snel is men beginnen in te zien, en onlangs nog enkele weken geleden, gaf iemand die tot het kransje, wat sommige mensen dan de virologen noemen, maar dat zijn niet allemaal virologen uiteraard, maar die dus echt dicht bij het beleid staan en adviseren, die zei dan zelf in een tv-uitzending, ja, maar nu moet je het niet meer doen voor anderen te beschermen, je moet het nu doen voor jezelf te beschermen. Dus ook daar is er voorschrijdend inzicht, mm-hmm, dat men, eigenlijk wist men dat toen al, maar dat men nu toegeeft van, je moet het niet doen voor anderen te beschermen. Dus dan heeft uiteraard ook de CST geen enkele zin, heeft eigenlijk nooit geen zin gehad, want die heeft inderdaad eerder als brandversneller gefunctioneerd dan wat anders. En wij zeggen, maar we trachten in onze brief toch gematigd te zijn, wij zeggen van, gelieve toch bedachtzaam om te gaan met die vaccins en de risico's en baten af te wegen en mensen zeer goed informeren over de baten en ook over die risico's die verbonden zijn aan die vaccins. Dat is toch het minste dat je kan verwachten van het beleid, dat de mensen een vrije keuze hebben op basis van degelijke informatie, ook rond de nevenwerkingen van die vaccins. Want ook daar wordt er niet correct over geïnformeerd.
we zien ook eigenlijk nu weer, ook gisteren denk ik dat dat was, dat in de brief die naar de min 60-jarigen wordt gestuurd, dat ook daar weer werd gezegd dat het is aanbevolen. Ja. Dus dat is een foutje dat daar is ingeslopen, dat toch ernstig is eigenlijk, hè? Dat er toch slordig wordt gecommuniceerd daar. Ja, ja, dat was dan... werd dan toegeschreven aan de Z-duivel. Of, een technische fout. Een technische fout. Ik ga er verder niet veel over zeggen. Zij hebben het gecorrigeerd. Ze hebben het rechtgezet, ja. En terecht uiteraard als ze het hebben gerectifieerd. Want ik geef het voorbeeld van Denemarken. Daar is men nog duidelijker. Daar zegt men, we bevelen het niet aan onder de 50 jaar. Mm-hmm. Omdat ze daar ook wel al degelijk de risicobatenanalyse hebben gemaakt. Ja. En dat vind ik jammer dat die... in die voorbije periode nooit gemaakt is bij ons. Ik heb daar op een bepaald moment ook een verwijzing naar gemaakt begin dit jaar, want wat betreft vaccinatie van kinderen. En daar was het vrij duidelijk dat de risico's van vaccinatie bij kinderen groter zijn dan de baten. Ja. En ik vind dat jammer dat er zo weinig nuance is, dat men zelfs niet kan zeggen, voilà, kijk, die vaccins, misschien dat bij sommige groeperingen de baten groter zijn dan de risico's. Ja. Maar bij veel anderen zijn de risico's groter dan de baten. Laat ons die nuance toch alsjeblieft eens gaan toepassen. Even een zijsprongetje. We hebben over kinderen gehad. Hoe zit het eigenlijk met zwangere vrouwen? Want ik zag Steven van Gucht nog oproepen dat de zwangere vrouwen moesten... zich zeker moeten laten vaccineren. Daar bestaat toch ook een redelijke twijfel over. Ik heb daar de literatuur niet opgevolgd, maar... zwangere vrouwen zijn jonge, gezonde mensen. Mm-hmm. En bij jonge, gezonde mensen zijn de risico's van het vaccin groter dan de baten. Ja. Daar is ondertussen voldoende wetenschappelijk bewijs voor, meen ik te mogen zeggen. Daar zullen sommigen daar niet mee akkoord zijn, uiteraard. Maar oké, dat is ook wetenschap, van niet altijd met elkaar akkoord te zijn. Maar ik durf wel zeggen, risicobatenanalyses, ik doe dat al 25 jaar... ook van vaccins trouwens, ook van geneesmiddelen. Ja. En ik heb er in ganse wereld lezingen over gegeven. En dus ik denk dat ik daar wel iets kan over zeggen. En als je daar dan rapporten over leest, die niet, trouwens niet altijd de aandacht krijgen die ze zouden moeten krijgen, ja, dan kan je inderdaad zien dat er de beloften die men ooit gemaakt heeft wat betreft de veiligheid van de vaccins, dat men die niet heeft kunnen... waar maken die beloften? En het is jammer, onlangs nog ook een publicatie die ook aangaf dat de kans op ernstige nevenwerkingen ongeveer 1 op 500 gevaccineerde personen is. Maar dat is niet weinig, hè? 1 op 500. Dat is veel, ja. Ja, en dat is in het tijdschrift Vaccin gepubliceerd. Ja. Dat is ook geen simpel tijdschrift. Dus jammer genoeg haalt dat niet... de actualiteit haalt dan niet de nee, media. Maar natuurlijk, degenen die daar beslissingen moeten overnemen, die moeten de kranten daar niet voor lezen, die weten dat ook. Dus die zouden daar toch op moeten reageren dan op die cijfers. Ik heb dat artikel, bewust artikel trouwens, naar de beleidsmakers gestuurd. Van, hebben jullie dit artikel al gezien? Geen reactie gekregen. Ik ben nog eens gaan checken op de website. Van, vermeld men dan dat feit dat daar wel degelijk ernstige nevenwerkingen kunnen zijn en dat de kans daarop niet zo heel laag is? Nee, nog altijd niet. Dus... en was het een preprint of was dat al... Nee, het is al peer-reviewed en alles. Ja, het is verschenen eind augustus van dit jaar. Ja. Ja. Ja, dus dat zijn allemaal dingen. We hebben uiteraard die bron ook toegevoegd aan onze bronnenlijst van de open brief. Maar er is meer. Hè. Dus wij zeggen, ga alsjeblieft bedachtzaam om met de vaccins. Dus wij zeggen niet, die vaccins gooien ze allemaal op de schroothoop. Wij zeggen, ga daar bedachtzaam mee om en informeer de mensen correct. Mm-hmm. Hetzelfde met maskers. Daar zijn ook al voldoende studies die aangeven dat bijvoorbeeld maskers aan de binnenkant van het masker heel veel bacteriën bevatten. De conclusie van die auteurs die dat hebben gevonden, die zeggen zelfs, we raden mensen die een verzwakte immuniteit hebben, we raden die af van vaak maskers te dragen. Ja. Want ze gaan bacteriën aan de binnenkant van het masker zien die dan die mensen die juist een verzwakte immuniteit hebben nog extra ziek, kunnen ziek maken. En wat doet men? Men zegt juist het omgekeerd. Men zegt aan die mensen, ja, draag vooral een masker. Ja. Al in 2020 was er een Deense studie die maskersdragers met niet-maskersdragers heeft vergeleken en vastgesteld dat er geen effect is om jezelf te beschermen. En toch denken nog altijd heel veel mensen dat je een masker moet dragen om jezelf te beschermen. En zelfs anderen beschermen is ook het effect heel, heel beperkt. Ja. Wat zeggen we nog? Zorg dat er in de zorg meer handen aan het bed zijn. Ja. Dat de zorg echt wel
ja, dat daar meer wordt in geïnvesteerd om minder administratieve druk te hebben en meer mensen aan de bedzijde te kunnen hebben. Ook heel belangrijk, want dat wordt ook onderschat, de mogelijkheden die huisartsen hebben om van bij de eerste symptomen niet gewoon te zeggen van ga thuis uitzieken, maar daar zijn al verschillende studies over mogelijke behandelingen die huisartsen direct kunnen opstarten. Ja. En die de kans om in het ziekenhuis terecht te komen verminderen. Dus ja, dat is zeer belangrijk. Hè? Ah, ja. Het is een acute respiratoire aandoening. Ja. Wat wil zeggen dat je ook acuut heel snel moet reageren. Exact, exact. En daar bestaan mogelijkheden. Ik ga nu niet de opsomming geven, want sommigen gaan zeggen van nee, dat product daarom en daarom niet. Maar gegarandeerd, er zijn al voldoende studies die aangeven, je kan vanaf de eerste symptomen behandelingen instellen die de kans op hospitalisatie verminderen. Ja. Een probleem daar, Lieven, was toch ook dat de huisarts, die eerste lijn zorg, volledig is uitgeschakeld geweest. Ja. En dat men meteen heeft gegrepen naar massavaccinatie via centra. En dat we dus in een systeem zitten van staatsgeneeskunde. Ja, uiteraard, Engeland is al sinds mensenheugen is een staatsgezondheidszorg. En die heeft ook wel voordelen, ook nadelen. Hier heeft men de competentie van de huisartsen niet gebruikt. Mm-hmm. Men had moeten heel snel, zodra dat daar gegevens over waren, aan huisartsen richtlijnen moeten geven van kijk, zo kan je ervoor zorgen dat de kans dat iemand in het ziekenhuis terechtkomt verkleint. En dat heeft men niet gedaan. En daarom dat we nu zeggen, doe dat nu alsjeblieft prioritair. Geef de huisartsen daar de nodige macht om snel te kunnen ingrijpen. Door de lockdowns bleven mensen ook thuis. Mm-hmm. Ze gingen niet naar de huisarts. Schrik om naar die huisarts te gaan. Sommige van die huisartsen wilden eigenlijk ook niet liever dat er niemand kwam. Maar daardoor kwamen er veel mensen veel te laat in de ziekenhuizen aan. Ja. Toen dat al bij wijze van spreken een vliegende longontsteking had. Ja. Vanaf juli 2020 werden terug de cijfers, altijd cijfers van aantal gekende besmettingen, uiteraard heel sterk afhankelijk van wie test men, hoe test men enzovoort. Maar toch werden die cijfers gebruikt om mensen angst aan te jagen. Mm-hmm. En we hebben vastgesteld dat niet alleen in de periode maart, april, mei, maar ook daarna in de maanden nadien nog altijd mensen die een bepaald medisch probleem hadden uit schrik zich niet lieten verzorgen. Ja. En daardoor zijn er heel veel ook gezondheidsproblemen niet correct behandeld geweest omdat de mensen schrik hadden om zich aan te dienen bij het ziekenhuis of bij de arts. Dus dat zeggen we trouwens ook letterlijk van breng boodschappen van waakzaamheid, maar niet van angst. En je kunt daar met de media over praten, hoe dat je daar correct mee omgaat. Mm-hmm. Media hebben ooit al instructies gekregen over dat ze met bepaalde gezondheidsproblemen, als ze daarover communiceren, hoe dat ze dat correct doen om niet nog nadeliger te werken. Ook hier kan dat eigenlijk, dat je daar afspraken over maakt. Maar niet telkens die angst te gaan. Nee, en ook over preventie bijvoorbeeld, hè? Want daar is eigenlijk nooit over gesproken. Ja. Hoe bouw je immuniteit fatsoenlijk op? Ja. Daar is eigenlijk nooit over gesproken. Nee, dat is ook een van onze 7 punten. Dat heeft te maken met gezonde voeding, heeft te maken met lichaamsbeweging. Al vrij snel kwam er in, ik denk dat het 20 was of 21, een studie van de CDC in Amerika op enorm grote aantallen patiënten, waar dat ze tot de conclusie kwamen, de 3 factoren die de kans op een ziekenhuisopname ten gevolge van COVID-19 het meest vergroten zijn zwaarlijvigheid, diabetes, en die twee zijn uiteraard ook gelinkt. En op de 3e plaats kwam angst. Dus angst hebben we het al over gehad, maar die zwaarlijvigheid en die diabetes, daar zou je preventief ook heel veel kunnen doen. Maar dat komt ook vooral niet aan bod. Dus ook dat zit in onze aanbeveling, in ons tweede deel van de brief van hoe ga je beter om met dat virus, zit uiteraard ook die veel meer aandacht op preventie ook in onze aanbevelingen. Dat is een van jouw stokpaardjes ook natuurlijk om het hele beeld te zien. Een helikopterbeeld, zal ik maar zeggen, van de hele problematiek. Zitten we niet te veel in een medisch systeem waarbij dat we vertrouwen op pillen in plaats van op een preventie, op een andere manier van omgaan met ziekte? Ja, inderdaad.
onlangs verschenen de 10 ethische principes van public health, dus van maatschappelijke gezondheid. Trouwens, de afdeling waar ik werk, die heet afdeling maatschappelijke gezondheid. Dus wij zijn daar eigenlijk al die jaren al mee bezig. En een van die 10 ethische principes is inderdaad, kijk naar alle aspecten van gezondheid. Richt u niet op één beperkt probleem, maar kijk naar het totale plaatje. Mm-hmm. Fysieke, geestelijke, sociale gezondheid. Wij zeggen dat trouwens ook in onze brief, dat we de mensen meer holistisch moeten bekijken. Ik heb die uitdrukking ooit ook al eens bij een andere gelegenheid meegegeven. Namelijk, treat the whole patient, not the hole in the patient. Hè. Dat wordt nog altijd vandaag heel, heel erg gedaan door sommigen. Van, je ziet één probleem, je ziet zelfs niet meer die patiënt daar rond. Je ziet die patiënt zijn omgeving niet. Je ziet dat probleem, wij gaan dat probleem aanpakken. Ja. En eigenlijk is dat zo ook met de samenleving gebeurd. Men zag plotseling alleen maar dat virus. Ja. En we gaan dat virus aanpakken en al de rest is veel minder van belang. En dat is natuurlijk niet de juiste manier van aanpakken. Zijn we toch te specialistisch geworden? Dat speelt ook mee. Ik herinner mij, dat is natuurlijk exemplarisch, hè? Dus als wetenschapper moet je opletten met veralgemeningen. Dingen dan te gaan veralgemenen. Maar ik herinner mij dat we in een universitair ziekenhuis waren met mijn moeder en ze had last van de luchtpijp. Er werd een keel, neus en oorarts bijgeroepen. Op spoed. En mijn zus was er ook bij, die is ook arts. En mijn zus zei, dat zou ook wel met de longen kunnen te maken hebben. Kan je eens luisteren naar mijn moeder haar longen? Ah, nee. Nee, want ik ben keel, neus en oorarts. Ik werk tot hier en niet lager. Dus dat is een voorbeeld van hoe specialistisch het soms geworden is. Absurd, en men heeft dat, eigenlijk, absurd. Ja, en men heeft dat ook ondervonden. En dat is trouwens ook een aanbeveling die ik elders al heb zien verschijnen. Dat we toch moeten vermijden dat we naar die hyperspecialisatie gaan. Mm-hmm. Want hoe meer hyperspecialisatie, hoe minder dat er eens kan ingesprongen worden voor elkaar. Dat men elkaar eens kan uit de bres in de bres springen voor elkaar. En dus dat is een van de nadelen daarvan, inderdaad. Ja. Jij hebt daar eigenlijk altijd al voor gepleit. Mm-hmm. Dat is jou nooit in dank afgenomen. Je bedoelt nu tijdens de pandemie? Tijdens de pandemie, vroeger werd mij dat altijd in dank afgenomen. Dat is een met een brede visie en dat is allemaal goed en wel. En trouwens, dat was ook de reden waarom dat in augustus 2020... de toenmalige minister Maggie de Blok mij had gecontacteerd. Ze zei, je hebt een bredere visie, we hebben dat echt wel nodig, die bredere visie. Maar eenmaal dat ik daar probeerde werk van te maken... Stootte je op? Op, een beetje weerstand. Tegenwind. En ik heb desondanks geprobeerd om toch alles in het werk te stellen om opnieuw een lockdown te gaan vermijden. Er waren zelfs mensen die zeiden, maar jij ontkent de tweede golf helemaal niet. Mm-hmm. Als je gaat terugkijken naar opiniestukken die ik ook toen schreef, dan zei ik van, de cijfers die er echt toe doen, die gaan nog stijgen. Maar dan gaan we het niet mogen aanpakken met een beleid van angst en buitenproportionele maatregelen. Dan moeten we het op een betere manier aanpakken. En daar was ik voor aan het ijveren, maar dat is toen niet gelukt. Ja. Je hoopt nu met deze brief, het is een brief van Terra Futura, dus van een hele een samengaan van verschillende verenigingen, organisaties, stemmen, om dat wel te kunnen kantelen. Geloof je dat dat de beleidsmakers gaat bereiken of zelfs een beetje onder druk zetten? Ik denk het wel, want onze brief is heel gematigd opgesteld. We zeggen, kijk, er moet eigenlijk nog een grondige evaluatie gebeuren. Maar op basis van wat wij al lezen en zien door anderen die al evaluaties hebben gedaan, waren dat en dat en dat geen goede maatregelen. En raden we dus aan om het in de toekomst beter aan te pakken. We formuleren dat, we zeggen bijvoorbeeld bedachtzaam omgaan met de vaccins. Dus we trachten daar ook zelf bedachtzaam te zijn in de manier waarop we dat allemaal formuleren. Dus ik denk dat we daardoor een vrij breed spectrum van mensen gaan aanspreken. We hebben dat ondervonden bij de eerste ondertekenaars. Zien we bijvoorbeeld Wouter Torfs. We zien daar ook Rick Torfs bij verschijnen. We zien daar Steven Larijs, de neuroloog van Luik, bij verschijnen. Dat zijn mensen die appreciëren dat wij dit op een evenwichtige manier brengen. Ja. Plus ook, en dat is misschien nog het belangrijkste van die open brief,
Wij beschrijven ook hoe dat idealitair de samenleving er zou moeten uitzien. Want het gaat momenteel niet zo goed met de samenleving. En wij in 10 punten beschrijven wij hoe dat de samenleving van de toekomst er idealitair zou moeten uitzien. We spreken onder andere uiteraard van het respecteren van de fundamentele rechten van de mens. We spreken daar ook van hoe dat het de politiek naar de mensen toe zich best gedraagt. Niet op een manier van, zoals we soms gezien hebben, van mensen te gaan beschuldigen, mensen te gaan uiteentrekken, polariseren. Dat is niet hoe dat een beleid moet werken. We spreken ook van het belang van buurtwerking, van het verenigingsleven. Dus van bottom-up trachten die samenleving terug een warme samenleving te maken. We spreken ook van de rol van de digitale transformatie. Veel mensen laten zich zodanig op een onbewuste manier leiden door dat digitale, dat ze hun leven laten leiden door dat digitale. Terwijl de bedoeling van technologie is om ons een beter leven te laten leiden. En niet het omgekeerde. En zo komen we uiteindelijk aan 10 punten. Uiteraard ook meer investeren in de gezondheidszorg. Ook een gans andere visie op onderwijs. Wij verwijzen dan naar onderwijs dat samenwerking stimuleert, dat ieder zijn talenten laat ontplooien. Ik zou er graag willen verwijzen naar een concept, de warme school. Dat is niet zo bekend. Daar zijn al in onze regio, in Vlaanderen, al x aantal warme scholen. Die hebben dat label gekregen, warme scholen. En die laten elk kind zijn talenten ontwikkelen op eigen tempo. Die zorgen veel meer voor samenwerking. Dat is echt de moeite om eens naar die website te gaan kijken van de warme scholen. Eigenlijk zou elke school een warme school moeten worden. En zo hebben we dus in totaal 10 punten. Ja, ja. We gaan die brief natuurlijk ook publiceren hier op onze website. Mm-hmm. De kijkers kunnen daar onmiddellijk naartoe surfen. Ja, Lieve, we zitten hier in de Antwerpse haven, de jachthaven, op een boot. Een toepasselijke vraag is, wat is voor jou persoonlijk jouw kompas? Hè? Wat bestaat er om je niet het noorden te doen verliezen? Ik moet zeggen dat bij mij ook wel een beetje schommelt, hoor. Dat niet altijd prachtig. Nee, soms moet je tegen de wind op laveren, hè, als je op een zeilboot. Ja, inderdaad. En je moet ook je juist moment kiezen om overstag te gaan. Mijn drijfveer is altijd geweest van trachten de gezondheidszorg te verbeteren. Want vaak zijn mensen daar verkeerd in. Hè. Een gezondheidseconoom die is in de eerste plaats met gezondheid bezig. Mm-hmm. Ik wil de gezondheid van de mensen optimaliseren. Uiteraard, we hebben niet al het geld van de wereld om in gezondheid te investeren. Dus vandaar dat gezondheidseconomen trachten te adviseren van hoe maken we wijze investeringen, goede investeringen in gezondheid. Onder andere dus die meer nadruk op preventie. Ik wil ook, sinds dat ik met geluksonderzoek bezig ben, heb ik de ambitie om de samenleving te verbeteren. Dat is al ambitieuzer, maar dat is toch een beetje mijn drijfveer. Maar ik kan ook wel op elk moment wel terugvallen op mijn vrouw. Dat is voor mij een heel belangrijk kompas eigenlijk. Ja. Als het een keer minder goed gaat, is zij er altijd om mij terug op juiste spoor te brengen. En we vullen elkaar daarin aan, want het kan ook soms voorvallen dat het iets minder goed gaat met haar. En dan, ja. Dus dat is heel raar, maar we helpen daar elkaar enorm. Dus dat is sowieso mijn kompas. Al ben vergeten hoeveel jaar. Oei, dat zullen we eruit knippen. Nee, we kennen elkaar volgend jaar 40 jaar. Dus inderdaad. Lieve, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En we zullen elkaar nog wel eens tegenkomen, zeker. Sowieso. Dank je. Word vandaag nog lid van Tegenwind. Ga snel naar tegenwind.tv.